Oh my god. Vanavond gaan we beleven. Yo mensen, ik dacht, het is weer tijd voor even een nieuwe update. Dit keer in Enjarum. Nog steeds heb ik nog niet zoveel motivatie meer om video's te uploaden. Ik moet het echt nog even bekijken. Dus verwacht echt maar weer fulltime video's na de voorjaarsvakantie. En dat is in maart pas. In ieder geval, wat is er deze week allemaal gebeurd? Ik heb morgen mijn debuut met Enjarum in Ten Boer. Ja, in Ten Boer, daar in dat zaaltje. Heb ik mijn debuut met de VV Enjarum. Niet met het originele team van VV Enjarum, maar voor mij de mixteam C1 en de B1 samen. Het originele team, dat zat al bomvol. Maar dit is ook wel leuk, want ik zit in een middelmatig team. Misschien is het dan wel leuk dat ik een beetje bovenuit steek. Maar dat weten we allemaal niet, In ieder geval, ik ben daar morgen in Ten Boer. Voor die wedstrijden. Kwart voor vier. Of nee, 4:10 beginnen die wedstrijden. Ik fuck er veel zin in. Mijn debuut bij de nieuwe club. En kijk wat dat gaat worden. Er zijn wel velden dingen. Oh, laat maar zitten. Dus ja. Nou ja, en zoals ik net zei. Het is bijna voorjaarsvakantie. Daar heb ik ook super veel zin in. Maar dan ga ik met mijn moeder een weekend, een vakantiecamping door zo met z'n tweeën. Dus dat is altijd leuk. En dan denk ik ook wel weer dat ik ga filmen. Ik weet niet of het dan een vlog wordt of een semi-webshow. Dat weet ik niet precies. Maar het gaat zeker leuk worden. En ik wil nog even hebben over dat er straks in mei. Dan heb ik een ontiegelijk lange zomervakantie. Ik zit nu in de vierde klas. En als het er voorbij is, dan heb ik zo'n 3 maand vakantie. En daarin, ik ga zorgen, dan heb je ook gewoon genoeg tijd om op vakantie te gaan. En dan ga ik dus een soort van gesprekken met mijn moeder voeren. Wat zijn voor plannen is om te doen in die hele lange vakantie. Ik had al sowieso beloofd dat ik 2 keer zou langskomen. Maar ik heb niet gezegd wat ik ga doen in die 2 keer. Of ik dan naar Zoes kom of iets anders. Dus daar ga ik met haar praten. En ze had iets beloofd dat wij misschien naar Amerika gaan. Ja, dus we denken Amerika, ja, joh, fantasies en dat soort dingen. Vergeet het maar kast. Nee, het kan best gewoon wel. En ik ga proberen te vragen en proberen te regelen. Maar dat zou wel vet chill zijn. Dat zou wel echt de kerst op de taart zijn van dit. Ja, het is geen geweldig jaar dit. Maar het is wel mijn laatste jaar in, ik weet niet hoe ik het zeg. Laatste jaar dat ik nog echt gewoon genoeg tijd heb voor dingen zoals dit. Straks wordt het elke dag treintje op en neer naar Groningen. En in de weekend dan alleen maar. Dus ik ben eigenlijk nu nog zoveel mogelijk. Ik moet mijn eigen moeder misschien nog een soort van bucketlist van maken. Wat ik allemaal dit jaar wil doen. Volgend jaar of in augustus is er een minimaal beperkt time. Of tijd. Echt een kort allemaal. Daarom, hetzelfde geldt ook nu voor YouTube met mij nu. Dat kan ook soms zomaar wel eens ophouden dan. Dus daarom snap ik eigenlijk ook niet waarom ik niet zoveel meer bezig mee ben. Maar dat moet even zijn tijd hebben. What the fuck gebeurt er nou? Dorp City out! Sorry, dat was gewoon niks. Wat er sowieso al zeker is dat ik ga waarschijnlijk met mijn pa ga ik naar Portugal. Met mijn oma ga ik waarschijnlijk naar Vakantiepark Hutheugde of Westerbergen. Heet dat nou zo? En waarschijnlijk mijn moeder in Amerika. En een week Soest. Ja, een week. Ja, een week. Nou ja, een Feyenoord die heeft gisteren. Een tijdje geleden. Een paar dagen. Weet ik ook niet. Gewonnen van PSV. En die moeten nu weer in de Kuip. Tegen Willem II in de bekerfinale. Dus eigenlijk staan we al zowat bijna in de finale. Of finale van de KNVB-beker. Van Willem II verliezen, ja, in de Kuip. Dat is bijna niet mogelijk. Maar ja, wie weet. Dus het eigen wat de finale, denk ik, gewoon AZ Feyenoord. Of andersom bedoel ik. You picked the wrong house, fool! Hey, hey! Prank.
You picked the wrong house, fool! Hey! Kijk nou wat je gedaan hebt met dit fucking map, bro. Je moet dus allemaal nog theorieën uitmaken. Of zijn die misschien rekeningen? Nee, je moet allemaal theorieën uitmaken. Maar kijken. Nee, dit is geen theorie. Oh. Dit moet ik allemaal maken. Nou, wens me geluk. You picked... Nou. Wat ik wil zeggen was... Dat er nog een klein percentage kans is dat Rakker blijft. En hoe kan dat? Dat is om de oma van Jarny te kidnappen. Een grapje. In ieder geval, ze gaan weer onderhandelingsgesprekken aan. Want die had weer aangegeven dat die Rakker weer terug wou. Dus die gaan weer onderhandelingsgesprekken aan om dat hij toch nog terugkomt. Dus er bestaat weer een klein percentage kans dat hij weer in de zomervlogs kan komen. Over die zomervlogs komt er sowieso nog veel meer informatie uit. Ik weet niet of ik dat ditje nog wel ga doen. Het is eigenlijk een fan project geweest achter elkaar. We zijn al met 2 seizoenen echt goed online gekomen. En de laatste 2 niet. Ik ben er ook mee gestopt. Het is echt veel te veel om nog te uploaden. Of jullie moeten zeggen van uploaden allemaal maar Castleboy Max. Dus. Maar dan hoor ik dan wel tegen die tijd. Open Jacob. Nou ja, nu is er ook door die weken heen, is er of de maand ervoor, er zijn heel veel dingen gebeurd. En ook is er gebeurd dat Femke Louise weer een nieuw liedje heeft geüpload. En dan hebben we op de vorige 2 hebben we 2 leuke riems gemaakt. Maar dan hadden we nog geen op deze. En hier hebben we hem nu. Femke Louise, oh my god, vanavond ga ik opa Jacob. Femke Louise. Oh my god, vanavond ga ik. Oh my god, vanavond ben ik. Oh my god, vanavond ga ik. Dit vond ik serieus op internet. Fucking grappig. Vanavond gaan we beleven. Ik zal me helemaal geven. We proosten op een lang leven. We gaan de hele nacht feest. Rustig aan. Nou, rustig aan. Wat die kunnen doen. Nou, die dingen zo. Kijk eens aan, het is alweer 12 uur. Ik heb niet goed zin meer. Zo. Ah ja. Altijd al zeg. Altijd al zeg. Moet je de hulmer omgooien. Hoi. Echt die hulmer roeren ding van. Oh my god, vanavond ben ik dit. Oh my god, vanavond ga ik dit. Oh my god, vanavond ben ik dit. Opa Jacob gaat hem douchen. Eigenlijk heb ik eigenlijk ook niks meer te vertellen. Ik wou zeggen, dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het kijken. Abonneer even en doei. Oh, they fucking lick your cash, son. Lick your cash, play that on a mic, son.